Hi, ik ben Mathéa. En vroeger als kind spaarde ik padeenden. Ik had er niet één, maar heel veel. Ik vond hun kleuren bijzonder en hun vormen. En we staan nu voor het Krulemule Museum. En dat museum begon ook met een verzameling. Een vrouw die kunst verzamelde. Dus geen eenden, maar kunst. Ik laat je er wat van zien. De vrouw die kunst verzamelde heette Helene Krulemule. En daarom heet het museum ook het Krulemule Museum. Ze verzamelde kunstwerken, waaronder de kunstwerken van Vincent van Gogh. Ze verzamelde heel veel kunstwerken van hem. Wel meer dan 250 schilderijen en tekeningen. Van over de hele wereld komen mensen om deze beroemde kunstwerken te bekijken. Maar ze verzamelden ook heel veel kunstwerken van de kunstenaar Bart van der Lek. Die kunstwerken die hangen hier nu allemaal heel netjes en veilig aan de muur. Maar deze, die hing vroeger wel op een hele bijzondere plek, namelijk bij haar op de badkamer. En deze kat is erg bijzonder, want het lijkt alsof ze je overal aankijkt, vanuit iedere hoek. We hebben nu heel veel schilderijen gezien, maar er is nog veel meer te vinden in het museum. Zoals beelden van brons. Kunst waarbij je niet meteen ziet wat het is. Of kunst die heel onopvallend is. Zoals deze foto hier in het pad. Of kunst die heel groot is. Kunst die beweegt. Kunst is zo waardevol dat je het vaak niet aan mag raken. Maar bij dit kunstwerk mag het wel. Hier mag je zelfs op lopen. Dit was de bijzondere verzameling van het museum. Hoe zit dat bij jou? Heb jij ook een verzameling?